En dan kom ik met je ding dicht. Thank you.
jammer is dat niet. Maar wat ze daar nou wat er aan die ding. Oh, dat is een schildpadje. Ik zie het net andersom. Ik zag dus de schildpadje, maar het blaadje op. Thank you.
ook nog een of andere rokken. En wat daar precies. Nee, jullie kunnen bijten. Ik vind jullie wel leuk, maar... Ik hoop dat, ondanks dat we het binnen doen, dat u het toch leuk heeft gevonden om eten te geven door de tralies. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Eigenlijk leuker. Want u ziet buiten namelijk niet dat ze op uw schouders zitten. U ziet op een mobiel of een fototoestel dat ze op uw schouders zitten. Kijk die dan tillen. En nu pakken ze je hand, hè? Hebben ze je hand al gepakt? Nee? Nou, zeg Zwieber. Kom eens even, Zwiebertje. Hé. Hey. Ja, ja. Tuurlijk, u vindt het ook leuk. Hou je op, aan. Tuurlijk, hè? Eerlijk zullen we alles delen. Die niet geven, hè? Ik ga hier werken. Kijk, deze mini baby. Oh, zo. Ik heb in ieder geval wel genoten van jullie. Dat jullie echt goed, ondanks dit, enthousiast waren op de eerste aflevering van de zin gegeven. Dank u wel.
Ja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
stoelen zitten aan hun pootjes. We hebben geen zenders op. Of deze sport op dit moment besluit, ja, ik vind het wel heel leuk geweest hier zo. Maar ik neem de vlucht en ik ga weer naar waar ik vandaan kom. Hebben ze alle rechten bij vliegels, vogels, echt heel erg op vertrouwen. Zou ik inderdaad wel heel lang mee trainen, pas zelfs loslaten. Maar dan wil ik wel een hele goede show hebben. Nou, gelukkig hebben we nu Snowy. En met Snowy kan ik wel eens heel leuk laten zien met een L. Snowy. Kijk, Snowy, ik heb vlees. Kijk, Snowy, vlees. Ik krijg 10. Snowy heeft het best wel slecht over. Oh. Want ik heb eigenlijk al een vraag voor het publiek. Wanneer denken jullie eigenlijk dat deze vogels in het wild actief zijn? Zijn deze s'nachts jagen of Snowy. Of dag? Snowy. De schemer? In de schemer. Wat denken jullie? S'nachts. En wat denken jullie? Geen idee. Even kijken, hier heeft iemand hier nog een idee wanneer deze vogel in het wild jaagt? Snowy. S'ochtends. Nog iemand een idee? S'nachts. U denkt overdag. Eerst die het goed heeft. Deze vogel is een specifieke dagjager. Allebei zelfs. Want ja, misschien van het nieuws bekend van de meeste vogels en voor de meeste mensen. De terreroer die had ook hele mooie oranje ogen. Die jagen liefst op de schemer. Wanneer de zon net opkomt of de zon net ondergaat. Wanneer de horizon een hele mooie oranje kleur krijgt, dan zijn de schemerjagers liefst actief. En je hebt wel degelijk uilen en oers die de voorkeur hebben om 's nachts te jagen. Zoals een kerkuiltje, een bosuiltje, die hebben zwarte tot bruine ogen. Overdag gespot. Daar heeft er alles mee te maken. Ze zijn wel, ze hebben de voorkeur om 's nachts te jagen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze overdag niks kunnen zien. Ze kunnen wel degelijk voor overdag vliegen. Als het 's nachts hard waait of je hebt echt heel rot weer. De vogel is niet in staat te gaan jagen of onsuccesvol te jagen, dat er gewoon niks vangt. Ik kan een nachtjager ook gewoon overdag jagen. Het is wel echt een hele bijzondere vogel. Want de woestijnbuizen zijn de enigste roofvogelsoorten die niet alleen in groepen leven. Dat doen er wel meerdere. Dus de enigste roofvogelsoort die echt in groepsverbanden jaagt. Ja, ze staan nu naast elkaar. Dat zouden we niet kunnen proberen met onze andere roofvogels. Want die zouden elkaar te lijf gaan. Dat heeft er alles mee te maken dat roofvogels hebben een hele sterke territoriumdrang. Een territoriumdrang houdt eigenlijk in de samenvat in, dat is hun gebiedje. Dat is ook de plek waar hun jagen. En als er een andere roofvogel komt, zijn ze natuurlijk bang dat die hun konijntjes gaat wegvangen. En daarom verjagen ze vaak grotere roofvogels. En dan komt er een kleine roofvogel in hun territorium. Dan zouden ze die of opeten of alleen doodmaken en wegvliegen. Ja, dat is een hele harde wereld. Dit is de enige roofvogel die dat wel tolereert aan de roofs in zijn territorium. Deze vogel leeft in het wild in de woestijn, in Zuid-Amerika, zegt dan Beek woestijnbuizen. Maar in Zuid-Amerika, heb je heel veel te maken met heel weinig prooisoorten. Dus eigenlijk heel veel woestijn als een kruikje. Dus wat ik altijd heel vervelend vind om te vertellen, vertel ik meestal ook niet tijdens de show, maar een vreesert. Het is allemaal heel verwarrend. Ik snap het eigenlijk ook zelf niet echt als ik het moet uitleggen. Maar wij noemen het woestijnbuizerd. Zou je misschien een andere roofvogelshow komen? Noemen wij het weer woestijnhavik. En een wetenschappelijke benaming, een Latijnse benaming, duidt Parabuteo Usensius. Wat eigenlijk gewoon in het Latijns vertaald is onechte buizerd. Of nou buizerd is, of van havik. Het is een beetje een rare kruislinkse. Ik weet niet helemaal hoe het zit, wat het nou is. Maar voor mij komt het wel goed uit, want ik heb Sjaak nodig. Sjaak, waar ben je? Ja, probeer ze maar eens uit elkaar te houden. Ik wil het wel proberen. Wil jullie twee een klein stapje naar voren? Een heel klein stapje, alleen de voorste twee. Het is eigenlijk wel best wel spannend. Oké, gaat het niet lukken? Oh, net aan. Net aan. Wil je hem nog heel goed vasthouden? Wat ik dus vertelde. Deze roofvogel heeft een hele lange staart en kan hem gebruiken als een soort van vlieger. Staat zijn vleugels in en gaat die staart. Gaat weg. Ga hier op zitten. Dan gaat die staart helemaal uit. En dat wil ik graag demonstreren. Ongeveer zijn lijfhoogte. Dat is ongeveer wat zal het lijf zijn van deze vogel. Ongeveer 2 vuisten breed. Zoiets. Mogen jullie 2 ongeveer tegen mijn vuisten aankomen?
Nou, dit is ongeveer twee vuisten. Moeten jullie twee iets meer een stap naar achter? Zou jij misschien een stuk naar achter willen? Jullie ook iets meer een stap naar achter? Oké, ga het proberen. Neus omhoog houden alsjeblieft. Nou, dat is wel spelen, niet of niet? Oké, vraag ik aan mijn collega of ze iets meer naar achter wil. Deze iets meer vaart. Oké, zal het hem lukken? Joh, elke keer weer een verrassing. Oh, het is hem gelukt. Ja. Hij is er doorheen gegaan. Ik vind het goed gekeurd. Ja, hè? Ja. Nou, dit is een check, onze Chili-arend. Het is een van de enigste roofvogels of arendachtige die iets van blauw in zijn verenkleed heeft. Het is voor roofvogel heel uniek, omdat het blauw eigenlijk helemaal geen schietkleur is. Maar als je blauwe vogel echt een schiet schijf zijn in de bomen. Deze vogel jaagt hem niet in de bomen. Als hij in de boom zit, is dat heel erg handig om te zien. Want het is echt een zweefplezier zie je het wil. Ze heeft die liefst zo hoog mogelijk op zoek naar zijn prooien. Het zijn vaak konijnen, cavia's of vogelachtige. Ik vind die allemaal heel erg lekker. Deze vogel is er ook niet vies van om volgens de aas te gaan eten. Dat kan hij ook goed verteren. En dat is ook een van de dingen wat echt heel raar is voor een aardachtige. De aarde noemen wij specialisten. Dat betekent dat een aardkaart gespecialiseerd is. Die jacht voor één prooidier. Want de zeearend jacht eigenlijk altijd op vis. Ik niet lekker. En de visarend eet met alleen vis. Mag deze kant komen? Deze vogel eet eigenlijk alles wel wat hij lekker vindt. Stoot maar uit de vertering. Gewoon één vlucht maken, check. Ja, wat ook wel heel raar is waarom ze hem Chili-arend noemen. Wat hij wel echt weg heeft van arendachtigen is dat hij zijn hele leven lang bij dezelfde partner blijft. En buiten heeft eigenlijk elk seizoen weer een ander partner. En arendachtigen blijft zijn hele leven lang bij dezelfde partner. Nou, niks aan geloven. Deze vogels zijn echte aaseters. En eten alle diersoorten die dood zijn. Onder andere olifanten. Dat is een Afrikaanse dakgier. Dapgier is een naam te danken aan de tongse kapje op de achterkant van zijn hoofd. En ook nog grappig is hoe onze kapgier ziet vliegen. Zoals zijn hoofd helemaal rood is gekleurd. Dat hij twee seconden geleden nog niet. Heeft hij eigenlijk alleen als hij gaat vliegen. Vindt hij toch nog een beetje spannend met al het publiek. Begint hij allemaal te blozen. En wordt hij helemaal rood. En dan stond hij bij de Tsunami Show even komt kijken bij zijn verblijf. Zie je dat zijn hoofdje helemaal spierwit is. Nou, onze rupelgier is een spanwijd van 2,5 meter. En de kapgier die nu aan het vliegen is, een spanwijd van 1,5 meter. En de spanwijd van 2,5 meter en een gewicht van 5,5 kilo. Een rupel is de allergrootste vogel die we hier hebben. Hij heeft ook heel veel moeite met opstijgen. Nou, dat zie je ook. Ik hoop dat ik iemand raak. Hij heeft heel veel moeite met opstijgen. Deze vogel vliegt in het wild eigenlijk zo goed als niet. Maar die zweet. En er zit een heel groot verschil in. Want vliegen is eigenlijk gewoon heel erg heen en weer bewegen met de vleugels. En dat zweven maakt hij eigenlijk alleen maar gebruik van thermiek. Thermiek is warm opstijgen door de lucht. Dat ontstaat door, verschillende, door het verschil tussen warme en koude lucht. Maar we doen het ermee. Maar onze rupelgier en onze kapgier gaan eigenlijk helemaal niet zo goed mee. Met onze wel, maar dit wil niet. Deze vogels staan in het wild bekend onder de titel ernstig bedreigd. Staan ook op de rode lijst. En met deze vogels gaat helemaal niet goed in het wild. Dat hebben eigenlijk heel erg te danken aan allemaal stropers. Niet de olifant slaan op de sjaak als mensen gaan stropen, maar de gieren ook. Want komt als je een dood dier hebt. Op een gegeven moment als iemand aan het stropen is, die schiet ook iemand af voor zijn horen. Of maakt een neushoorn af voor zijn neus. Ook van op zijn slagtanden. Ik denk dat we een excuus gebruiken voor waarom ze dat dier doodmaken. Wat een gier natuurlijk heel slim doet. Als een dier doodgaat,
zijn de gieren natuurlijk als allereerste bij. Om de Ruben Gier een beetje indicatie te geven. Oh. Ja, mag ze ook al wat eten. Ik kan al van hele verre afstanden zijn prooi zien. Het is een prooi kadaver. Dus als iemand een olifant afschiet, de gieren zijn als de allereerste bij. Ik ga hem dan volgens boven cirkelen. Maar ja, wat ze dus gaan doen, is dus massaal alle gieren gaan vergiftigen. Want zoiets hebben, ja, we willen natuurlijk niet dat we worden verraden. Gooien ze kadavers neer, doen ze wat gif in. En volgens liggen er honderden dode gieren om het kadavertje heen. Nou ja, met deze zielige einde zijn we aangekomen bij het einde van onze roofvogelshow. Ik zou je nog voor eventuele vragen, mocht je nog vragen hebben over de vogels of verzorging van de vogels. We hebben nog om, ik moet zeggen, 4:30 hebben we nog een keer de jaagsimulatie. Nee, 4:30. 4:30. Nee, ik weet het niet. In ieder geval. In ieder geval 5 uur hebben we het aangevoerd, dat weet ik zeker. Dat is 4 uur. 4 uur. Maar nou.
Nee, je mag niet aaien. Ik
waar zit hij? Hoe zit hij hier? Zou je wel wachten? Boos op mijn... Jessel, ga staan. Jessel mag niet. Hier komt er weer aan. Boeiers, schijters. Zo. Waar kom je nou vandaan? Wat ben jij? De rot staat boven mij. Hoe klein is dat? Vier. Ik heb je. Vier. Vier. Ik heb er nog twee. Ja. We zijn wel aan de start, hè? Het was strategisch. Goede plek. Lekker warm bezig. Wel lekker warm. Ja. Ja. Kijk. Ja, dat is prima. Er komt nog meer aan. Kijk, dit is een lekker bias. Wat hij aan het doen is Maar die maar. Selfie. Hij wil toch niet? Oh, nee, moet ik hem kijken?
weer van de postbar. Oh. Nee, je mag nou aan. Ja, ik mag bouwen. Wat is die nou? Mam. Sietje, ga er naast staan een beetje. Ja. Nog eentje erbij? Wow. Bam, bam, bam. Sietje, ik heb brillen wel los. Draai, huh? Draai eens om. Maak het brillen wel los. Ja, dan moet je spelen. Nou, de water dan. Gaan we zo. Nou, goedemiddag allemaal. Welkom bij Landgoed Hoenderdaal. Voor de mensen die het nog nooit eerder maakjes gevoerd hebben hier, hebben we een aantal regels. De maakjes sowieso niet aaien. Het is slecht voor hun vacht, zeg maar. Zodra mensen ze aaien, dan gaat een bepaalde vetlager af, waardoor ze niet meer waterdicht zijn. Dus als ze dan in de regen zitten, dan loopt het helemaal door hun vacht heen. Dan worden ze terecht koud. Zometeen kunt u bij mijn vrijwilligers kunt u appels krijgen. En als u gewoon langs de lijn blijft staan, dan zullen ze allemaal op uw hand wat appel neerleggen. Graag voer hem vanaf de open hand. Zodra u dicht doet, heb je toch de kans dat de maakjes toch een beetje vervelend groen gaan trekken aan de vingers. En ze kunnen dan eventueel bijten, doen ze niet gauw, maar staan hem gewoon vanaf de platte hand, dan is er niks aan de hand. En voor de rest... Komt ie? Goed rechtop staan. Ja, maar joh. Gaan we doen. Doe zo je hand op. Doe je hand dan zo op. Wat? Ja. Labba! Voor je! Ze zit er helemaal onder. Mag ik ook een appel? Ja, dan die kant op. Jij bent kijk, jij ziet mij! Waar is jij helemaal fout? Hey! Ja! Baby, baby! Schitterend! Ja, pak alles? Ja, daar komen ze bij. Oh, ik dacht je pakt een. Nee, pas kom gewoon. Dank u. Kom. Nou. Jij moet ook aan het werk. Jee. Kijk nou. Zit er weer in. Ja? Ja, ik denk het. Mag ik er misschien een paar? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Weg mee doen. Wat was jij? Nee, dat waren. Ik had het al gehad. Ja, samen delen. Kom eens zitten. Ja, dat is goed. Ja, leuk hè. Gaan we vechten, hè? Ja. Nou.